eerst deeltijds zelfstandig begonnen en die tekenen voor de randkant. Dus een blad in de rand van Brussel. Samen met nog andere kleinere opdrachten. En na een paar jaar ging dat eigenlijk goed genoeg om voltijds te kunnen doen. Als striptekenaar. Dat improviseer in Spiroen, in het Frans dan. Voordien maakte ik hele pagina's of langere verhaaltjes, maar daar is tegenwoordig geen plaats meer voor, dus maak ik nu ook nog bandmopjes. Meestal maak ik die eerst volledig op papier, in inkt, oldschool stijl eigenlijk. Dan scan ik die in en dan kleur ik die in op de computer. Maak ik dus ook de Nederlandse, Franse en Engelse vertalingen. En daarom dat ik ook de tekstballen digitaal doe. Als ze dan iets groter moeten zijn voor een andere taal, geen probleem. Maar Kapitein Anchovies ben ik eigenlijk heel lang geleden begonnen voor een kindertijdschrift waar ik toen voor werkte. En nog steeds eigenlijk, Vakantjes Magazine. Maar die mopjes waren altijd toegespitst op de onderwerpen van dat magazine, dus die waren niet bruikbaar buiten het magazine. Van Kapitein Anchovies heb ik dan ook samen met de mensen van Roving Bird in Gent een app gemaakt om de stripjes ook digitaal te kunnen publiceren. Het is eigenlijk een vrij basic app waarbij dat de stripjes achter elkaar geplaatst worden. Zowel voor iPhone als iPad. Maar ik heb dan ook nog enkele extra's toegevoegd, zoals de making of, om mensen te leren hoe ze stripverhalen moeten maken. Dat is toch wel belangrijk in de maatschappij vandaag de dag, omdat mensen dat niet meer weten. Voilà, zo maak ik dus strips. Ik steek die gewoon in de mail. En mijn andere, meer commerciële werk. Ben ik dus begonnen aan een grote graphic novel die tussen de 160 en 200 pagina's of zoiets zal in beslag nemen. En dat is ook een project dat meer dan een jaar in beslag zal nemen. Het is dus een verhaal vertellen dat zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld op een eiland. En op dat eiland staat eigenlijk nog maar één gebouw overeind, dat is een hele hoge toren. En vanuit die toren is er eigenlijk een sluipschutter die het hele eiland kan overzien. En iedereen die het eiland op wil komen wordt neergeschoten door hem. De eilandbewoners aanbidden hem daarvoor als een soort van god. Dus te zeggen, er zijn een aantal eilandbewoners die hem aanbidden als een soort van god. Maar er zijn evenveel eilandbewoners die zich eigenlijk gevangen voelen op dat eiland, want als je van het eiland af wilt, word je ook neergeschoten. En het verhaal gaat dan eigenlijk over
over Ushiki, een kleine jongen die besloten heeft met zijn vriend het eiland verlaten heeft om hetzelfde te doen. En dit is dan de sluipschutter. Die dus centraal op het eiland met zijn teugel in het eiland kan overzien. Het verhaal handelt dan eigenlijk over mensen die moeten kiezen tussen vrijheid en veiligheid. Want in de verte van het eiland kunnen ze een stad zien. En de vraag is of ze de kans willen wagen om naar die stad te trekken. Ja, kom op. Hij komt zonder voor jullie uit. We hebben nog iets gedaan van mij. En hoe moet ik dat dit? Godverdomme, Kit. Ja, kom, het is goed geweest. Ik heb nog een vrij. Gaan we nog een stuk tegen mij lastig vallen, hè?